Jobs antwoord op Sofars tweede betoog. Hoofdstuk 21. Hierop antwoordde Job: luister nu goed naar mijn woorden. Laat dat de troost zijn die jullie mij geven. Heb geduld met mij terwijl ik spreek. Als ik uitgesproken ben, kun je weer spotten. Is mijn aanklacht tegen een mens gericht? Waarom zou ik dan mijn geduld bewaren? Kijk naar mij en wees ontzet. Sla je hand voor je mond. Als ik aan dit alles denk, grijp angst mij aan en siddert heel mijn lichaam. Waarom leven goddelozen lang, tot hun ouderdom welvarend en gezond? Zij leven en zien hun kinderen gedijen, zelfs de kinderen van hun kinderen. In hun huis heerst vrede zonder vrees. Ze worden niet getroffen door Gods geestel. Hun stieren springen en bevruchten. Hun koeien kalven zonder misdracht. Hun kinderen rennen buiten rond, vrolijk als schapen en de geiten. Ze zingen begeleid door lier en tamboerijn. Ze vermaken zich bij fluitmuziek. Hun leven kent slechts voorspoed en rustig dalen ze af naar het dodenrijk. Ze zeggen tegen God: blijf ver van ons. Wij willen niet de wegen volgen die u wijst. Wie is de ontzagwekkende dat wij hem zouden eren? Wat baat ons het tot hem te bidden? Maar de welvaart ligt niet in hun eigen handen. De bedrijvigheid van goddelozen blijven ver van mij. Hoe zelden dooft de lamp van wie kwaad doet? Treft hem ooit de rampspoed die God de mensen in zijn woede toebedeelt? Wordt hij weggeblazen als kaf in de wind? Wordt hij meegerukt als door een arren in de storm? Of bewaart God de ellende voor zijn kinderen? Laat hij het aan hen vergelden, zodat hij het zelf voelt? Mogen zijn eigen ogen de ondergang aanschouwen? Mogen hij de woede van de ontzagwekkende drinken? Waarom zou hij daar zijn familie mee bezwaren, wanneer het getal van zijn maanden al ten einde is? Kan God iets van de mensen leren, die hij over hemelingen recht spreekt? Sommigen sterven in de kracht ongebroken, vredig en zonder zorgen. Ze zien eruit als melk en bloed. Het merg stroomt in hun botten. Anderen sterven vervuld van bitterheid, zonder ooit vreugde te hebben gesmaakt. Samen liggen ze in het stof, overdekt met wormen. Ja, ik weet wat jullie denken, wat jullie tegen mij in de zin hebben. Jullie zeggen: waar staat het huis van die edelen? Waar heeft die goddeloze zich gevestigd? Vraag het toch aan de voorbijgangers. Aan wat zij verklaren zullen jullie toch niet twijfelen? Wie kwaad doet, wordt gespaard tot zijn rampzalig eind. Hij zal leven tot die dag van Gods woede. Wie zal hem zijn gedrag openlijk verwijten? Wat hij heeft misdaan? Wie zal hem dat vergelden? Met veel eerbetoon draagt men hem ten graven en men houdt de wacht bij zijn tombe. Zacht rust hij in zijn pas gedolven graf. Tallozen liepen voor zijn baar en velen volgen deze. Ach, jullie troosten mij met lege woorden. Wat jullie zeggen is niets meer dan bedrog.